maar aan. Ja, man. Ik kom eraan. Ja. Ja. Even kijken. Hij smakt ook. Ik heb hier dus een oranje doos. Dat houdt in. Ziggo. Ja, we gaan hem openen. Ik had hem al open gemaakt. Omdat het heel... Nou ja, het zit nog aan mijn vingers. Die lijm die is zo berensterk. Dat wil je niet weten. Nou, een boekje. In een paar stappen klaar. Nou, dat zal. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenblog. Ja, dat zijn jullie. Ja, jullie. Dus weer gezellig bij aanbeland. En ik zit te wachten en te wachten en te wachten. Tot een pakket bezorgen komt. Want ja, er komt een pakketje binnen. Ja, echt waar. Maar als die binnen is, dan ga ik pas met de meisjes uit. Want ik kan nu niet weg. Ja, je mag naar buiten toe de tuin in. En daarna, als de pakketbezorger is geweest, gaan we rap eerst lopen. Ja, kan er ook niks aan doen, schatje. Dat is op zulke rottijden komen. Ja. Maar ja, op tijden dat ik met mijn meisjes loop. Ja, kan er ook niks aan doen. En, hoe heet het? Wat wil ik nog verder nog vertellen? Oh ja, ik heb telefoon gehad. Ja. Van onze enige echte Luc van het bedrijf Miep. Ik krijg vanaf morgen krijg ik weer hulp. En ik mag dan niet filmen. Ja, dat had ik al begrepen. Maar ik vraag altijd eerst aan iemand die bij mij over de vloer komt. Ik vraag altijd weer. Tenminste, aan degene waar het, als het eenmaal mag, hoef ik het niet meer te vragen. Dus ik ga even vloggen hoor. Ja, je gaat je gang maar. Oké, prima, top. Nou, ja. He, maar als eerste, ja, dan meld ik dat gewoon. Dat doe ik altijd weer. Ik zie weer wat vreemd onder in mijn scherm. Waar ik geen kaas aan gegeten heb. Maar ja, en er wil er eentje eten. Hè, meneertje Jodokus kwast. Hè? Ik heb die schaal zelf schoon, hoor. Ja. Ik heb je schaaltje al schoon. Nou, dan zullen we jullie eventjes... Hup. Ja, ik heb het schaaltje al schoon. Meneertje wil eten. Nou, dan krijgt hij toch eten. Wat zullen we pakken? Kabeljauw. Nou, hoppata. Hé, meneertje wil lekker eten, hè? Ja, hé. Ja, man. Zo. Dan doen we het in het bakje. Voilà. Daar al in. Ja, en toen? Hé, en toen? Ja, is het zo? Ja. Nou ja, ik mag dus niet filmen. De werknemers mogen niet in beeld. Ik zeg, maar Luc, ik zeg, vraag altijd eerst. Ik zeg, dat deed ik bij Wilma ook. Ik zeg, en die vond het maar wat leuk. Ik zeg, die
Die zegt, dan word ik nog beroemd. Oké, leuk. En ze ging er helemaal voor zitten. En Luc die zei ook, ja, dat weet ik, want hij had het allemaal al gezien. Ja? Nou. Anders, leg hem niet aan mij. Nee, leg hem aan haar. Nou, welke ideetjes. Ja, man. Ik kom eraan. Ja. Ja. Even kijken. Hij smakt erover. Lekker eten, man. Hé? En waar is... Die ligt daar. En die staat daar. Hé? Ja. En nou staan jullie niet goed, dat zeg ik al. Zo. Nou, daar waren we weer. En ik moet even een groep aanmaken voor op WhatsApp. Dat moet ik ook zo even doen. En ja, want er is weer heel, heel veel aan de gang tussen het beheer van mijn team. Ja, er is er eentje, is zonder boelbaar wat te zeggen. Heeft ze ons geblokt en ze was eruit gestapt. Nou ja, dan kan je mij al niet kwaadig maken van hey, wat is er aan de hand? Waarom meld je niks? Waarom vertel je mij sowieso niks? Nou, ik heb haar dus wel al gesproken en ze heeft het me verteld en uit de doeken gedaan. Maar dat blijkt dan ook nog eens een keer dat ze liegt. Want... Er was een andere moderatrice die dus anders, hoe noem je dat nou? Foto's had gemaakt. Ik doe het met mijn woorden. Hè. Foto's gemaakt en die had ze allemaal bewaard. Als bewijsmateriaal. Dat heb ik onder ogen gekregen. Nou ja, ze had er eigenlijk ook nog... In de vergaderruimte dreigen verwijderd als moderatrice. Maar ik vat één ding niet. Ik zag haar niet. En ik als beheerster zijnde moet haar dan wel kunnen zien. Dus hoe ze dat heeft gedaan, ik weet het niet. Ze was nog wel als lid in de vergaderruimte. Oh, als jij alleen nog maar lid bent en niet meer modereert in de groep of wat dan ook... Heeft hij niks in die vergaderruimte te maken. Wat heeft ze gedaan? Alles wat er in die vergaderruimte werd verteld, kopieerde ze en gaf het door aan een lid in de groep. Zo werken we niet. Alles wat in die vergaderruimte wordt gezegd, is privé, dat blijft geheim. En dat ga je niet naar buiten brengen. Daar hou ik niet van. En dan leg je het bij mij eruit. Maar ja, we hebben er nog eentje. En die is bevriend met diegene. Prima, het mag van mij. Maar... Hij reageert niet naar mij toe. Hij vraagt me niks. Hij zegt niks. Dus ja, lieve Fred, ik weet niet waar jij mee bezig bent. Maar ik ga hier wel weer met jou even om de tafel. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dus vandaag komt er nog een telefoontje jouw kant op. Ja. Dus oké, lieve vrienden. Ja, dat is dat allemaal. Ik moet dus wachten op het pakketje. Dan ga ik met de meisjes lopen. Dan kom ik weer terug. Dan gaan we dat openmaken met elkaar. Zover ik weet zal Claudia komen... Maar die is nou
zover ik weet, op Texel bij de werk. En als ze weer de boot terugneemt, zou ze mij een appje sturen van kom maar aan. En dan komt er vanaf de boot hier naartoe. En dan gaan we naar boven toe, aan het werk. Want mijn bed nou, dat ziet er niet meer uit. Bah. En daar slaap ik dan tussen. Bah. Nou, nee, het is niet fijn. Echt niet. Maar ja, oké. Vanaf morgen krijg ik hulp. Morgenmiddag, een uur of twee. Nou ja, ik moet er morgen op de tijd eruit, want ook Erwin die komt. Dus ja, komt allemaal goed. En die vrouw heet Kaden, geloof ik. Kaden. Ik heb er nog nooit van gehoord. Waar die naam vandaan komt, Kaden. Je zou haast denken, het is een buitenlandse vrouw. Maar ja, dat zien we dan wel weer als ze de werk maar goed doet. En niet zo achterlijk doet zoals Wilma heb gedaan. Want ik draai die kopjes om. Ja, echt. In gedachten dan. Hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Het is hier grijs en grauw. Ik weet niet hoe het bij jullie is. En ik weet wel dat er bij een aantal vriendinnen die verder in het land wonen sneeuw ligt. En iedere keer maar sneeuwt. Nou, hier niet. Het is hier grijs en grauw. En 's nachts is het zwart. Ja, dan is de wereld is hier niet wit. Nee. Maar het zonnetje is er ook nou niet. Nee, het is, zoals ik zeg, grijs en grauw. Maar in ieder geval, dan kan de pret niet drukken of boeien of wat dan ook. Ik zeg gewoon, geniet van je dag. Doe het met een lach. Probeer dat gewoon te doen. En geniet ook een klein beetje met ons mee. Ik zeg het, tot later. Nou, ik sta met mijn jas weer aan. Dat wil zeggen dat ik kan gaan. Ja, met de meisjes aan mij vastgekoppeld. En de rollator staat klaar. Zonnebril nog op, snoepje in mijn mond. En daar staat een pakketje. Dus dat gaan we straks openen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ik heb hier dus een oranje doos. Dat houdt in. Ziggo. Ja, we gaan hem openen. Ik had hem al open gemaakt. Omdat het heel... Nou ja, het zit nog aan mijn vingers. Die lijm die is zo berensterk. Dat wil je niet weten. Nou. Een boekje. In een paar stappen klaar. Nou, dat zal... Jeetje, nou, ik zal het eerst jullie zo laten zien. Met een doosje en ui. Wat erin zit. Ja, dat is voor bij die televisie. Ik zal het even laten zien. Wat er bij die televisie nu staat. Wat vind jij te doen? Malle meid. Hé? Maar nou heb ik dit kastje hier staan. Die gaat weg. En... Hoppata. Daar komt deze kleine voor in de plaats. Dit is de afstandsbediening die daar ligt. En dit is mijn oude. Dus het scheelt nogal een slok op een borrel. Ja. Dus we zetten jullie weer neer en we gaan proberen het verder uit die doos halen. Zo. Eventjes daar neerzetten. Dan gaan we eerst kijken hoe we dit eruit halen. Het is allemaal zo leuk, zo grappig, maar niet heus even kijken hoe we dit moeten hebben. Nou, ik maak dat gewoon los. Lekker belangrijk. Zo, dat is 1.
Dat is dus ja, uit een bokje, die kun je achter de televisie plakken of weet ik veel waar. Daarom zeg ik, dat is één. Dat moet hij wel willen. Maar dat wil dus niet meer. Volgend patiënt. En zo. De AB. Ja. Oeh, dat doosje is nog zwaar ook. Zit er nog meer in? Ga kijken. Hé. Dat doosje is leeg in ieder geval. Nou, nog een folder, nog een boekje. En ik weet het allemaal niet. Nou ja, snoerenboel. Nog een snoer, nog een snoer en een stekker. Zit erin. Ja. Dus ja, dat is het. En dan moet je nog lezen ook. En daar heb ik zo een afschuwelijke hekel aan. En Karin, die heeft hem al aangesloten. Dus ik wacht lekker. Eventjes tot ik hulp van mijn lieftallige dochter krijg. Want het zijn zulke kleine lettertjes. Nou, als ik dat zelf moet gaan lezen, dan word ik kriegelig. Word ik chagrijnig, word ik gek in mijn hoofd. Dan vliegt het me aan. Ja, ik kan daar absoluut niet tegen. Dus we wachten het lekker af. En we merken het wel. Dit is nog kleiner. Oh, ik kan dat zo niet, hè. Nee, dat gaat het voor mij echt niet worden. Snel installeren. Dan moet je wel weten hoe dat boekje open moet. Daar. Hè? Ik zie toch de opening? Oh, zo. Oh, ja. Ah, zo'n boekje. Nou. Stap 1, Next Mini aansluiten. Next Mini, ja, dat is de bakkie, hè, waar ik het al over had. Nou, internetkabel. Ja, maar dan moet je ook weten hoe en wat. Ja, de ene keer moet aan de televisie. Ze moeten allebei, ja, oké. Okay. Ja, maar welke kabel is nou voor die stekker? Ja. USB-kabel. Nou, dan hoop ik dat het er allemaal op staat, maar ik. USB. En wat staat hier dan op? Jeetje Maria. Je moet er maar verstand van hebben. Het internet. Ja. Dan weet ik het nog niet. Kikja, kom nou hier. Val nou niet. Halleluja. Nou, ik dit er niet. Ja, ik zal het misschien wel erachter komen, maar. Mijn hoofd staat er nou even ook niet bij. Nee. Maar dat komt nog wel. We proberen het wel zelf en lukt het me niet, dan zien we het dan wel weer. Internet tv-kabel. Ja. Klittenband zelf klevend. Voedingsapparatuur. 4K. Ga nou blijven liggen. Supersnelheid low. Ja, ik ken geen Engels ook, hè. Dat eerste is dus supersnelheid. Nee, niet snelheid. Super. Shielded. Low resistance USB-kabel. Dat is die.
Deze moet dan aan de stekker, volgens de geleerden. En dat moet ik breien wezen. Nou, zullen we dat gelijk dan even doen? Ja. En ja, dan moet daar die witte naam. Want dat is een telefoonaansluiting. Ja, zie je, dat heb ik hier al. Ja. Dus. Eens even kijken, moet ik weer zoeken. Het andere uiteinde van deze moet in dat bakkie. Moet hier al in. Dat is die, USB. Nou, we kunnen hem tot zover wel klaarmaken. Even zien. Eerst dat bindertje even los. Wat ik nou zie. Kom, los. We gaan los willen, hè? Zo. Voilà. Ga jij daar even in? Tutut. Voilà. Even koeken. Die moet... Nee, doe je dat niet. Andersom. Zo, die moet daar al in. Dat heb ik ook al goed. En deze moet in de tv, maar ik wil vanavond wel GTRT zien, dus ja, dat doe ik nou. Deze moet dus in de tv en ook in het bakkie. Hup, hup. Dat doe ik mezelf weer. Voilà. Hier zitten leuke beschermhoesjes omheen. Blijf leggen. Hup. Ja. Dan moet ik die weer hebben. Die gaat zo erin. Ja. Dan is dat ook eraan gesloten. Dat hoesje, dat gaat even daar naartoe. Nou, dat eentje moet dus de tv in. De ander moet een stopcontact in. En dan moet die witte kabel nog in één. Ja. Voordat je begint, ja. Kijk, en dat is zo klein. En dat, voor mij is dat te klein, hè. Nou ja, we zoeken het even uit, maar ik moet ook eventjes nog bellen, dus ja. Ik leg dat wel even hier neer, zo, en die doos gaat aan de kant. Zo, die kan hier weer in. En hop, 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 barbertruc. Dus ja, dat dus. We gaan er proberen mee aan de gang te gaan. En als het lukt, lukt het. Lukt het niet, hek pech. En dan zien we het later wel. Ik ga nou eerst even een telefoontje plegen en eventjes tot mezelf komen. Want ja, er is weer van alles wat gebeurt, laat me zeggen. Wat ik nog wel even moet verwerken. Het is wel niet erg, maar toch. Ja, het een is wel erg. Ja. Men moet niet met mij lopen te sollen. Ja, en er is er eentje, sowieso één, die heeft dat al gedaan. En nummertje 2 weet ik nog niet. Maar als die het ook heeft gedaan, of nog doet, dan is die ook voor mij. Ja. Ik hou daar niet van. Loop niet meer met de sollen of wat dan ook. Nee.
Dus die gaan er gewoon bij mij eruit en voor hun 20 andere bewijzen spreken. Ja, maak me er niet te druk om. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet een klein beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, de tijd is helaas weer aangebroken. Ja, om naar bedje toe te gaan. De meisjes zijn hier nog allebei. En Kandalf, die wil er eigenlijk weer in, maar die komt er niet in. Nee, die staat achter de deur te miauwen tot de met. Maar ik bekijk het maar. Wij gaan een beetje toe. Hé, dames? Alwin? Ga je mee naar bed? Jij? Ja, dat zou ik zo zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie heerlijke nachtrust. Het is trouwens alweer, even kijken, 2:07. Na de dinsdag toe. Dus ik zeg, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zeg dus, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. You're so obsessed with me, with me.